Oye, sí. De nuevo aquí, Rodríguez. Omdat ik een hele leuke sportband. Je doet het samen met de hond en op muziek. En mijn moeder die geeft les in frisbee. Die doe ik altijd mee. Dog frisbee. Een wedstrijd waarbij het baasje op verschillende manieren een frisbee in de lucht werpt die de hond dan moet vangen en terugbrengen. Dat was de skip. En nu doe ik een van de brus. Moeder en instructrice Karen ziet duidelijk het talent van haar dochter. Super! Heel veel talent. En dat talent heeft ze omdat ze heel goed kan samenspelen met de hond. Ze heeft heel veel gevoel voor wat de hond wel leuk vindt en wat hij niet leuk vindt. En dat geeft ze ook gewoon aan. En technisch is ook heel goed. Ze kan onwijs goed die worpen uit haar handen krijgen. En ze let heel goed op de hond. Deze sport en school, hoe gaat dat samen? Over het algemeen gaat het hartstikke goed. Want de wedstrijden zijn altijd in het weekend. Ja, we hebben wel eens een wedstrijd ver, maar we proberen er altijd... 's middags laat weg te gaan of 's nachts te rijden. Maar ja, dat kan nou niet. We moeten naar Amerika, dus dan moeten we toch echt vrijdag weg. Amy die krijgt huiswerk mee en in het vliegtuig gaan we heel hard huiswerk maken. De wedstrijden waar Amy aan heeft meegedaan, hebben haar heel veel prijzen opgeleverd. Wat vind je nou de allerleukste prijs? Deze, omdat ik was voor het eerst op het podium tussen de volwassenen. En dat is best wel bijzonder. Nou, de koffer is gepakt. Op naar Amerika. Wat gaat het worden? Gaat het goed. Doei!